Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Vandaag gaan we reageren op Central Sea Doja. En we zitten nu dus in de video. Let's go. Daar komt Central Sea naar buiten, denk ik. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hit man in a top, try see a man topless, even a stick is gay. Oké, dat is al direct een goed begin. Ik heb al vaak geluisterd dat ik op Spotify. Maar dit is niet de keer dat ik de clip zie in de show, let's go. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. Somebody tell Doja Cat. That I'm tryna indulge in that. In my great tracksuit, see the bulge in that. See the motion clap when you're throwing it back. These females planning on doing me wrong, so I'm grabbing a dom at the Trojan pack. Post a low. Oké, dit is typisch Central Sea. Die dan gaat vuur op andere mensen. En ik luister dat liedje heel graag. Maar soms is het wel er een beetje over. Maar dit liedje is echt wel leuk om te horen. Het is niet altijd zo. Ja, zijn. Hij heeft ook een liedje, geloof ik, Commitment Issues. En de laatste ik heel veel, heb ik veel geluisterd tijdens de break-up met mijn ex. En ja, nu nog af en toe. Als ik me slecht voel of eraan denk, daar zet ik een liedje op en dan luister ik dat liedje. En dan denk ik van, ja, waarom Commitment Issues hebben als je toch gewoon zijt wie dat je zijt. Krijg je ook wel iemand, dus ja. After we gone, can't slip and let them know it. I don't know about you, but I value my life. Cause imagine I die, and I ain't made 100 M's yet. There's so much things I ain't done yet. Like fucking a flight attendant. I don't party, but I heard Cardi there, so fuck it, I might attend it. Gotta kick back sometimes and wonder how life would have been if I never did take them risks and would have prospered. Floating and I won't go under. Been out of town for a month. Absence made the love grow fonder, UK. Ja, echt wel een goeie liedje voor te horen. Ik heb dat, zoals ik al zeg, heb ik al heel veel dat opgezet. Onderweg, op de trein, op de bus, in de auto. Ja, dat zet ik heel vaak op, dus ja, let's go. Rapper, UK droger, I mention my name if you talk about the genre. Alright. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hit man in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that. Oké, ja, dat is echt wel. Oké. Hij zegt nu van. Ja, how can I be homophobic? My bitch is gay. Dus. Dat is eigenlijk een liedje. Een disliedje naar Doja Cat. Ik persoonlijk vind dat. Het mag in deze tijden, vind ik. Ik persoonlijk. Het is niet dat het homofobisch bedoeld is. Allee, denk je toch niet? Dus. Ik ben sowieso geen homofoob, dus. Ik heb heel veel respect voor verschillende mensen. Ook al zijt je homo, ook al zijt je transgender, ook al zijt je andere geslacht. Of als ik op het andere geslacht, dus. Ja. Waarom zou ik dan. Waarom als je op hetzelfde geslacht valt en je valt op een andere geslacht tegelijk. En valt je op mannen en vrouwen, of van mannen op mannen, of van vrouwen naar vrouwen. Maakt het mij allemaal niet uit, of transgender of non-binair, of. Wat het allemaal is tegenwoordig, dat maakt het mij niet uit. Zolang dat je zijt wie dat je wilt zijn. I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hit man in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. Oké, dit was dus een beetje de video. Ik vond het wel leuk om daar eens op te reageren. Ik heb de clip nog niet gezien, dus ja, dat is eigenlijk wel zo'n beetje het idee van dat ik had. Om daar een keer op te reageren, die clip. Oké, het was misschien niet echt de perfecte clip om op te reageren, maar dan nog, het is wel een leuke clip om een keer zo op te reageren. Ik vond dat eigenlijk wel leuk om zo eens te reageren. Maar bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan. Ja, ik neem deze video op 17.8.
dezelfde dag als ik, dat ik de reageer op Food 23 Ultimate Team trailer opgenomen. En ja, het is de enige dagen dat ik zo een beetje kan knallen. Ik zie jullie guys graag terug in de volgende video maar weer. De volgende video gaan we bespreken wat eigenlijk mijn top nummers, alleen mijn favoriete nummers zijn van dit jaar. Of van deze periode al. Dus ja, blijf zeker kijken naar mijn kanaal. En dan zie ik jullie guys met een volgende video weer terug. Dat wordt mijn favoriete nummers een keer bekijken. En ja, let's go. Bye bye! Yeah.